podcast van deze week beginnen we anders dan anders, want jullie krijgen een opdracht van mij. Vandaag zijn jullie rechter en moeten jullie oordelen over schuld of onschuld. De verdachte in kwestie is Kathleen Folbig, een 34-jarige vrouw en moeder van 4 kinderen. In 1989 overlijdt haar zoontje Caleb tijdens zijn slaap. Caleb was toen 19 dagen oud. Doodsoorzaak wiegedood. Een jaar later wordt Patrick geboren. 8 maanden later overlijdt ook dit zoontje, deze keer door verschillende epileptische aanvallen. Kathleen en haar man besluiten nog maar eens voor een derde kindje te gaan en in 1992 wordt hun dochter Sarah geboren, die 10 maanden later ook overlijdt. En om het familiedrama helemaal compleet te maken, in 1999 sterft hun 4e kindje, de toen 18 maanden oude Laura. De dood van deze dochter is voor de man het signaal dat er meer aan de hand is en hij beschuldigt zijn vrouw Kathleen van de moord op hun 4 kinderen. Kathleen wordt in 2001 gearresteerd en moest in 2003 voor de rechter verschijnen. Bezwarende omstandigheden: toen Kathleen zelf 18 maanden oud was, werd haar moeder vermoord door haar vader, met 24 messteken om het leven gebracht. Kathleen komt onder toezicht van de staat terecht en wordt in een pleeggezin ondergebracht. Daarna verhuist ze naar een weeshuis om uiteindelijk definitief geplaatst te worden. Niet direct de meest ideale jeugd. Ze verlaat school op 15-jarige leeftijd om als 20-jarige te trouwen met Craig Folbig, met wie ze dus 4 kinderen krijgt en die haar dus ook beschuldigt van de moord op die 4 kinderen. Nog iets wat in haar nadeel speelde: haar dagboeken. Daarin schreef ze onder andere dat ze enorme schuldgevoelens had en dat ze bang was om alleen gelaten te worden met een baby. Oké. Nu jullie dit verhaal gehoord hebben, is het aan jullie om te beslissen of Kathleen schuldig is of onschuldig. Is het toeval dat haar 4 kinderen overleden zijn, of is er meer aan de hand en zit Kathleen er voor iets tussen? Ik geef jullie 5 seconden om even na te denken en te beslissen. Oké, beslist. Ik denk dat er weinig twijfel bestaat over schuld of onschuld en dat de meesten onder jullie haar ook zo zouden veroordelen. En dat gebeurde ook in 2003. Kathleen werd tot 40 jaar celstraf veroordeeld voor de moord op haar 4 kinderen. Zij zelf is altijd blijven volhouden dat ze onschuldig was en dat het 4 keer om een natuurlijke dood ging. Nu spoelen we 20 jaar verder en komen we uit in 2023. Verder medisch onderzoek toonde in 2023 aan dat de 4 kinderen genetische afwijkingen vertoonden. Bij de jongens gaf die afwijking verhoogde kans op epileptische aanvallen met de dood tot gevolg. Bij de meisjes waren er hartafwijkingen die kans gaven op hartstilstand, ook met de dood tot gevolg. Waarom werd dit dan nog niet veel vroeger aangetoond en waarom moest dit 20 jaar duren? Wel, hier zijn verschillende redenen voor. Eentje is dat die genetische afwijkingen in 2003 nog niet of onvoldoende gekend en beschreven waren. Een andere reden is dat het uitlezen van DNA toen nog enorm duur was en zeker nog niet tot de standaard behoorde. Dankzij de evolutie van de wetenschap zijn we ondertussen zo ver dat analyse van DNA een pak goedkoper en sneller is geworden, waardoor we dit ook makkelijker kunnen gebruiken. Gevolg: in 2023 kwam Kathleen Folbig terug vrij, omdat er voldoende twijfel was aan haar schuld. En dus heeft ze 20 jaar waarschijnlijk onschuldig in de gevangenis gezeten. Deze zaak is een pleidooi voor de wetenschap en bewijs dat we moeten blijven investeren in nieuwe en betere technieken om gevallen zoals dit te voorkomen. Tot volgende week!